Lokaal voedsel wordt steeds populairder. Platform De Streek op Tafel behaalt eerste mijlpaal. Als ook andere initiatieven zich aansluiten, dat daar nog meer zichtbaarheid voor deze plekken gecreëerd kan worden. En dat is zeker nodig, juist want gezamenlijk kunnen we een beweging vormen om het voedsellandschap te veranderen. En verder in het nieuws vandaag, Nijmeegse kunstenaar zet zich af tegen woke-cultuur. En Maas en Waalweg dit weekend opnieuw dicht voor werkzaamheden. De ecologische, biologische streekproductenbranche organiseert zich steeds beter in onze regio. Op het nieuwe platform De Streek op Tafel, dat een half jaar geleden is gestart, hebben zich inmiddels al 100 lokale initiatieven aangesloten op het gebied van streekproducten in het Rijk van Nijmegen. Een mijlpaal. De Streek op Tafel is een collectief van verschillende voedselproducerende initiatieven. Er zitten ook voedselverwerkende partijen bij en afnemende partijen. Denk aan horeca, maar ook sociale organisaties. Gezamenlijk werken we toe naar een meer sociaal, ecologisch en economisch duurzaam voedsellandschap. Een van de 100 initiatieven die zich bij De Streek op Tafel heeft aangesloten is de Warmoes in Lent. Bij de historische tuin De Warmoes telen ze op biologische wijze groenten en fruit, zoals de Lentse warmoezeniers dat vroeger ook deden. Er is verder onder andere een pluktuin, een boomgaard en een ontmoetingscafé. Wij zijn natuurlijk vooral heel erg druk met het telen van groenten en fruit. Maar het is dus heel mooi dat er een organisatie is die op een ander niveau, zeg maar, ons vertegenwoordigt. Samen staan we sterker, inderdaad. En we kunnen daarmee echt een beweging vormen en naar ons idee een verandering bewerkstelligen. De Streek op Tafel biedt een overzicht van wie wat waar doet. Ze verbindt zo de lokale voedselketen met de inwoners. Als ook andere initiatieven zich aansluiten, dat daar nog meer zichtbaarheid voor deze plekken gecreëerd kan worden. En dat is zeker nodig, juist want gezamenlijk kunnen we een beweging vormen om het voedsellandschap te veranderen. Woke de Expo, dat is de nieuwe tentoonstelling van kunstenaar Jacques Splinter. Komend weekend worden de deuren geopend in de Dorpsschuur in Lent. Deze pop-up expositie bestaat uit verschillende werken waar volgens de kunstenaar helemaal niemand aanstoot aan zou kunnen geven. Schilderijen, zeefdrukwerken, puzzels, noem het maar op. Allemaal kunst die Jacques Splinter heeft ontworpen uit woede. Woede door een schilderij in Leiden. Aan de hand daarvan is Jacques aan het werk gegaan, dat nu leidde tot een heuse expositie. Anderhalf jaar geleden werd er in Leiden een schilderij van de muur afgeplukt waar rokende mannen op stonden. En omdat iemand anders getwitterd had van, dat is niet meer van deze tijd, besloot het college van bestuur toen om maar tijdens een vergadering dat schilderij van de muur af te halen en omgekeerd tegen de muur aan te zetten. En toen dacht ik van, nou is genoeg geweest met die flauwekul. Ja, dit was, toen ben ik gaan nadenken. Eerst was ik boos, maar ja, als ik boos ben, dan verzin ik iets leuks. En toen dacht ik van, ik ga kunst maken, maar de kunst waar niemand zich een buil aan kan vallen. Limburg, oversteken en dwarsfluit, dan denk je niet gelijk aan de kleur grijs. Toch als je een bouwmarkt binnenloopt, zijn dat de benamingen van de verschillende soorten grijs. Deze neutraliteit staat ook centraal in Splinter zijn tentoonstelling. Ik ben begonnen met een grijs vlak, RAL 7045, de meest neutrale kleur grijs. Er zijn 10 zeefdrukken op het allerduurste papier wat er is, met de meest simpele vorm die je kunt bedenken. En dan heb je, ze hebben ook de titel Impressionistisch Woke 1 van 10, Futuristisch Woke 1 van 10, Surrealistisch Woke 1 van 10. En de kunstmensen die gaan shaken en de mensen die het niet begrijpen, die denken van wat is dit voor onzin? Voor Splinter is het nu genoeg. De woede om kunst te maken is eruit. Ja, ik heb geprobeerd om... ik dacht van New York lijkt me wel wat. Ik heb geen idee, weet je. Dit is het. Maar ik wilde dit gewoon doen, want dat is mijn drive, zou ik maar zeggen. Ik heb mijn eigen licht. Klaar. Vind er maar wat van.
Provincie Gelderland voert aanstaande zaterdag tussen 4 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds opnieuw werkzaamheden uit aan de Maas en Waalweg om de verkeersveiligheid te verbeteren. Er worden wegreflectoren en ribbels bij de markeringen tussen de twee weghelften aangebracht. Een deel van de weg is vorige week al voorzien van deze maatregel, maar het aanwezige materiaal bleek niet genoeg om alle werkzaamheden in één keer af te ronden. Dit weekend worden dus ook de rest van de weg voorzien van ribbels en reflectoren. Inwoners van West Maas en Waal die hun huis willen verduurzamen kunnen vanaf vandaag rekenen op financiële ondersteuning. De gemeente heeft een nieuwe subsidieregeling geïntroduceerd die huiseigenaren stimuleert om hun woning beter te isoleren. Deze maatregel is een belangrijke stap in de bevordering van energieefficiëntie in de regio. De subsidie is specifiek bedoeld voor bewoners met een woning die energielabel D of lager heeft. Ook huiseigenaren met een woning met energielabel C of zonder geldig energielabel komen in aanmerking voor de regeling, mits zij 2 niet of slecht geïsoleerde onderdelen in hun huis aanpakken. Ze wisten het al langer, maar een jaar geleden was het dan zover. Volkstuinvereniging Middelweert in Mook moest verhuizen. Inmiddels zit de vereniging al ruim een half jaar op de nieuwe locatie waar alles weer groeit en bloeit. De volkstuinvereniging Middelwaard in Mook wist al jaren dat ze ooit moesten verhuizen. Op de oude locatie van de volkstuinen komt een nieuwe woonwijk. Maar het vinden van de nieuwe locatie was een grote uitdaging. We kregen de vraag van de gemeente van gaan jullie eens rondkijken in de gemeente waar je graag heen wou. De gemeente had de voorkeur voor de Kuikensteeg, dat is dan eigenlijk de Kuikensteeg. Terwijl de ingang aan de Stadse Dijk is. Ik ben rond gaan kijken, maar overal waar ik het liever had gehad, want ik heb gekeken naar het ledenbestand, waar zitten de meeste leden, en dan een beetje centraal. Dat was of niet haalbaar financieel voor de gemeente. Ja, dan moet je een keuze maken van oké, we gaan hierheen. Veel leden waren in eerste instantie niet blij met de nieuwe locatie. Zo ook Nico, die al 39 jaar lid is van de vereniging. Ik vond het niet zo'n prettig idee. Vooral omdat we eigenlijk wel wisten dat we een keer weg moesten, maar ineens en dan kwam het in een versnelling en we wisten ook niet waar we terecht zouden komen, want dat was erg moeilijk, dat hebben wij gedacht in die tijd. Toen zijn we gaan kijken hier, want dit zou het worden. Ik zei nou, hier ga ik niet naartoe. Ik zeg, ik ga niet in de wei zitten en die wind en die koeien en dat lawaai. Ik vond het maar niks. Maar nu vind ik het een toffe plek. Ik heb een leuk plekje gevonden, kijk maar. He, uit de wind, de zon komt daarop, schijnt hier de hele dag. Dus, en kijk eens naar de tuin wat ik hier allemaal heb staan. In 1 jaar tijds. Het hele proces van de verhuizing duurde ruim 3 jaar en heeft veel geld gekost. Maar de gemeente heeft het grootste deel vergoed. Alles wat niet naar binnen ging vanuit het gebouw, dus alles wat er buiten is, stroom tot het gebouw, water tot het gebouw, waterleidingen, want er liggen hier pulsen onder, heel watersysteem ligt hieronder, de paden, hekwerk, alles wat we nodig hadden op de oude locatie, want dat was wel de vereiste, we wilden dezelfde spullen hebben die we daar ook hadden, heeft de gemeente met een projectontwikkelaar betaald. De vereniging is zeer te spreken over de samenwerking met de gemeente. En na een aantal moeizame jaren groeit en bloeit het bij de volkstuinen. Uiteindelijk ben ik tevreden over hoe het hier gaat. En de mensen zijn leuk, de buren zijn leuk. Je leert van elkaar wat. En zij doen het zo, wij doen het zo. En het is gewoon hartstikke leuk. Vind ik echt leuk. Het nieuwe studiejaar is net begonnen en dus zijn duizenden nieuwe studenten weer op zoek naar woonruimte. Een studentenkamer vinden is deze tijd zo makkelijk niet. Maar daar vonden Sebastian en Dorian een oplossing voor. Zij bouwden hun eigen studentenkamer in de vorm van een tiny house. Ja, nou, het begon eigenlijk als een schoolproject van mij. Voor mijn profielwerkstuk. En toen had ik nog flink onderschat hoeveel tijd het ging kosten in mijn examenjaar. En toen hadden we het tussenjaar genomen. Allebei. Ja. We hebben er samen heel veel eigenlijk. Dus er zitten heel veel uren in. Ja. Onderschat je enorm bij zo'n klein huisje. Maar het is eigenlijk gewoon evenveel werk als een groot huis, alleen nog kleiner. Toch komt dit schoolproject nu wel goed van pas. Ja, het is natuurlijk best wel moeilijk om een kamer te vinden. Toen duidelijk werd dat we allebei in dezelfde stad wilden gaan studeren, zijn we allebei heel hard gaan klussen aan het huisje. Ja. En
ja, toen is eigenlijk ontstaan van, we zijn al wel 3,5 jaar samen onderhand. Dus het is ook wel leuk om gewoon samen te gaan wonen. Ja, zeker. Ook wel een keer tijd. Hier gaan we slapen. Hierboven, daar zit ook nog een grote lichtkoepel met nou ja, een iets verhoogde ruimte waar we dan kunnen slapen. Hier zo komt de trap om naar boven te gaan. En dan komt, nou ja, waar jij nu staat, zeg maar, daar komt de keuken. Hier komt nog een bank en een zithoek. En dit wordt een beetje een studeerplekje, bureautje. De basis van het huis is een zeecontainer. Maar het is heel wat werk om zo'n container om te bouwen tot studentenkamer. We hebben eerst een boerenkar als onderstel gekocht. Daar hebben we toen met een vrachtwagen met een kraan achterop hebben we de zeecontainer erop gezet. Nou, die hebben de buren toen helpen met erop te lassen. En toen moest die nog helemaal geschuurd worden, geverfd, ramen eruit geslepen. Een stuk van het dak eraf geslepen, zodat het wat hoger kon worden. Een heel skelet aan de binnenkant gebouwd, geïsoleerd, hout erop gedaan, douche gemaakt. Muren gemaakt. Muren gemaakt, vloer gemaakt. Kozijnen gemaakt. Kozijnen gemaakt. Badkamer gemaakt, die bijna helemaal af is. Kast, bed. Ja. Nou, hier is de badkamer achter de schuifdeur. En hier zo voor komt de wc. Er komt een composttoilet eigenlijk. Het is een soort van wc. En hier komt de douche. En daarboven zit ook nog kastruimte. De lastigste opgave is het vinden van een locatie waar de container kan komen te staan. Via Facebook deed het stel een oproep waar inmiddels al flink gehoor aan is gegeven. Ja, we hebben meerdere opties. Ja, wonderbaarlijk genoeg. Wonderbaarlijk genoeg. Ja, mensen die echt hun plek gewoon aanbieden van, nou, jullie kunnen we gewoon bij ons komen kijken om te gaan uitzoeken of het wat wordt. Ja. En we zijn al op meerdere plekken geweest en we zijn nu aan het kijken wat de beste optie is. Ja, we worden meer overladen met keus nu dan dat we te weinig keus hebben. Dat hadden we echt niet verwacht. Ja, want wat zochten jullie precies? Wat voor plek? Nou ja, een plek waar we gewoon de stroom aan kunnen sluiten. Maar dat is niet heel veel werk. Dat is gewoon één stopcontact. Maar ja, dat moet je wel buiten een stopcontact hebben. Waar we water aan konden sluiten. En een plek waar we konden staan voor onze hele studententijd. Het leven in een tiny house is misschien niet iets waar deze studenten al jaren van dromen. Maar ze hebben zeker zin in dit nieuwe avontuur. Nou, ik vond het wel echt heel erg leuk. Ja, ik ook. Ja, het is wel een beetje ontstaan eigenlijk. Ja. Al. Ja, nu is het natuurlijk wel een droom die uitkomt uiteindelijk. Ja, zeker. Na een wisselvallige dag gaan we nu even een paar zomerse dagen tegemoet. Misschien wel de laatste van het jaar. Morgen kan de dag nog starten met wat mist, maar daarna gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het blijft droog en het kwik loopt zelfs op tot 28 of 29 graden. Ook de vrijdag en zaterdag beloven warm te worden bij zo'n 27 graden. Op zaterdag is daarbij een lichte kans op een enkele bui. De zondag kan ook nog aardig warm worden, maar daarna wordt het toch echt wisselvalliger en minder warm. Dit was het RN7 regionieuws van woensdag 4 september. Kijk voor het meest actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. De uitzending terugkijken, dat kan altijd via ons YouTube kanaal RN7 Online. Daar zijn ook alle andere programma's terug te vinden. En wij zijn er natuurlijk morgen weer. Ik zeg graag tot dan.